Vandaag eten we knapperige tortillas met gegrilde vegastukjes. Lekker dat streetfoodgevoel, maar dan in je eigen huis. Het ziet er straks heel mooi en kleurrijk uit. En zo'n streetfoodgerechtje, dat valt of staat met een lekker sausje. Dat kun je natuurlijk op de snelle manier doen met dit flesje whisky cocktailsaus. Maar ik ga je ook straks laten zien hoe je die zelf kunt maken. Verder hebben we natuurlijk nodig mini tortillas. Ik heb hier lekker wat gesneden rode kool. Dat is leuk voor de kleur, maar natuurlijk ook voor die knapperige bite. Ik heb courgette spaghetti. Die is lekker al gesneden, ook makkelijk. Frisse limoen, dat hoort natuurlijk bij een beetje Tex-Mex eten. En dan om af te maken, de gegrilde stukjes. Ik heb de oven voorverwarmd op 180 graden, want ik ga eventjes iets heel anders doen met die tortillas. Normaal gesproken hou je ze natuurlijk zacht, zodat je ze kunt vouwen. En vandaag ga ik deze knapperig bakken. Dat doe ik dus in een vrij hete oven. En daarvoor heb ik 2 bakplaten met bakpapier. En 2, zodat ze er gewoon lekker allemaal in één keer op passen. Deze verdeel ik dus over beide bakplaten. Ik ga namelijk iets maken wat ze in de Tex-Mex keuken tostadas noemen. Tostadas, ja, zijn knapperige tortillas. Oorspronkelijk zijn die ooit bedacht om oudbakken tortillas gewoon nog een beetje leven te geven. Als ze al een beetje taai zijn, kun je ze namelijk door ze weer knapperig te bakken gewoon lekker nog als een ander gerecht gebruiken. Als je ervan houdt om ze ietsje zachter te houden, dan doe je ze een minuutje of 5 in de oven en anders 10. Dan wordt het eigenlijk bijna een soort toastje. Oftewel een tostada. Dat inprikken, dat doe ik omdat ze anders opbollen in de oven. Er zitten namelijk wat luchtdeeltjes in die mini tortillas. En door er met een vork in te gaan, prik je die kapot en blijven ze mooi plat. Dan smeer ik ze in met een beetje olie. Gewoon lekker wat zonnebloemolie. Daardoor gaan ze natuurlijk ook knapperiger bakken. Goed, nu zouden ze in theorie de oven in kunnen. Dan zijn ze al lekker. Maar wat je ook kunt doen, is ze nog op smaak brengen lekker met wat specerijen. En in dit geval gebruik ik gerookt paprikapoeder. Want dat geeft natuurlijk een lekkere gerookte smaak. En een beetje mild zoet tintje van de paprika. En je kunt natuurlijk ook een beetje komijn doen. Eigenlijk is alles mogelijk. Als het maar goed past bij de rest van je ingrediënten. En fijn aan dat olielaagje is dat die specerijen dan ook mooi meteen goed blijven plakken. Yes! Deze kunnen de oven in. Dan door met de groenten, want ik heb hier 2 verschillende soorten groenten. Rode kool en courgette spaghetti. Ik vind ze lekker als ze een beetje rauwig zijn, dus ik overgiet ze eigenlijk puur met een beetje kokend water. Een beetje blancheren. Doe ik bij de gootsteen. Deze gaan in de zeef. Doe ze dan niet bij elkaar. Want let op, als je dit doet met de rode kool, komt er een soort blauw inktachtig water vanaf. En dat zou dan ook op de courgette komen. Kijk, goed uit laten lekken. En dan doe ik ze alle 2 even in een aparte kom. Ook weer voor datzelfde verhaal dat het niet afgeeft. En dan hebben we de courgette. Ook deze overgiet ik met een beetje kokend water. Nog goed laten uitlekken, want anders wordt die courgette heel snel vochtig en snotterig. En die wil je wel een beetje crispy houden. Dan wil ik deze groente ook nog even op smaak brengen. En dat doe ik lekker met limoen. Daarvan gebruik ik zowel de rasp als het sap. Dan moet je eigenlijk voorstellen dat je ongeveer de rasp van een halve limoen over de courgette doet. En de andere helft gaat dan over de rode kool. Een leuk weetje voor thuis is misschien, je bent vaak in de winkel geneigd als je een limoen uitkiest om die hele, hele felgroene te kiezen. Die er het meest fris eigenlijk uitzien.
Maar die zijn vaak ook heel hard. Dus als je die net even wat gelere neemt, die zijn wat rijper. Daar krijg je het sap ook wat makkelijker uit. Dus ondanks dat de kleur natuurlijk, als hij er zo uitziet, het mooiste is. Net even een tikje geel-groen, dan is hij goed. Yes. Dan het sap. Halve limoen. Dat is wel genoeg voor beide kommen. Eentje hier. En een beetje hier. Kijk, cool. Door dat limoensap wordt het weer paars. Wat ik uiteindelijk toch wel een mooiere kleur vind voor die kool dan dat blauwige. Zie je dat? Dan schep ik de kool om met een beetje zout en peper. En ook de courgette. En zo heb je twee hele simpele rauwkostgerechtjes. Die heerlijk zijn straks bij die tostada. Goed, dit staat allemaal klaar. Dan door naar de mais. Want ik heb nog een leuke tip voor dit gerecht. Eigenlijk maak je allemaal verschillende toppingjes. En dan het liefst met zoveel mogelijk kleuren. Want die kleuren die geven natuurlijk straks een heel leuk effect. Ik heb hier een koekenpan. Daar smelt ik dit eventjes in. Oh, dit ruikt altijd zo lekker gesmolten boter. In de gesmolten boter bak ik uitgelekte mais. En dit doet je natuurlijk misschien een beetje denken aan popcorn. Nou zal die niet wit worden. Maar wat die wel gaat doen is lekker krokant bakken in de roomboter. Dan heb je een mooie gele crispy topping voor op je tostada. Eventjes goed doorroeren dat die boter echt helemaal rondom die korreltjes gaat zitten. Deze laat ik even lekker bakken. Dan heb ik hier nog een koekenpan. Daar ga ik namelijk de gegrilde vega stukjes in bakken. Deze zijn gemaakt op basis van tarwe en soja. Licht gekruid. Hebben een beetje hetzelfde effect als malse kipfiletjes. Dus ik vind ze zelf echt ideaal om vegetarische gerechten mee te maken. Denk aan een curry. Denk aan een gerecht zoals deze. Denk aan dingen waar je uiteindelijk gegrilde kip in zou willen doen. En ze zijn natuurlijk al gaar. Maar je wil ze gewoon net even goed doorwarmen. Dan bak ik de vega-stukjes in de zonnebloemolie. En die mogen best eventjes goed op hoog vuur doorbakken. Ondertussen, kijk, die mais begint langzaam een beetje in te drogen en krokant te bakken. Hij mag nog wel net even wat meer hebben, maar ze mogen echt een beetje knapperig worden. Beetje zoals dit stukje hier. Dan vind ik het zelf, net zoals bij zo'n maiskolf, altijd wel lekker om er nog een beetje zeezout overheen te doen. Oh, dat vind ik zo lekker van die grote maiskolven. Gelukkig vinden mijn kinderen dat ook heerlijk. Dus eigenlijk als wij een beetje Tex-Mex Mexicaans eten, komt er altijd een maiskolf bij. Maar dit is dus een leuke manier om het een keer anders te doen. Misschien heb je het me wel eens zien doen met kikkererwten. Die kun je namelijk ook knapperig bakken. Maar met mais is het ook leuk. Die heeft natuurlijk een beetje een zoete smaak. Nou, nog ietsjes verder moet hij. Zet het vuur onder de mais wat zachter. Dat hij wel nog warm blijft. Maar niet te hard gaat. Ik zei het al. Bij zo'n lekkere tostada hoort natuurlijk een lekker sausje. En ik ga zelf cocktailsaus maken. Super makkelijk om te doen. Je hebt daar een aantal ingrediënten voor nodig. Die heb ik hier staan. Je begint natuurlijk met de mayonaise. Die geeft romigheid. Gewoon een eetlepel of vier. Daarbij de ketchup. Dit is een eetlepel ongeveer. Droge sherry. Echt iets wat wel hoort bij die cocktailsaus. Een klein beetje cayennepeper. Gewoon een snufje. Een kwart theelepeltje of zo heb je nodig. En voor de frisheid. Het sap van een halve citroen.
Yes. Klein tikje zout. Ik doe geen peper, want die cayennepeper geeft echt wel genoeg kick. Dan even doorroeren. Nou, even goed roeren totdat hij echt mooi egaal is en echt goed gemengd. Kijk, en daar komt die roze bekende kleur van de cocktailsaus al. Deed jij dat vroeger ook op je bord? Mayonaise en ketchup zo met een frietje mengen? Nog steeds. Ik dacht, oh ja. Ik dacht al dat dat cocktailsaus was. Oh ja. Maar dat is dus niet zo. Dan schep ik de whiskysaus in een diepvrieszakje. Die heb ik in een maatbeker of in een hoge beker gezet. Want ik ga er een soort spuitzakje van maken. Dan kan je straks namelijk je tostada mooi mee garneren. En van die streepjes trekken. Dat ga ik wel pas straks doen. Als je het nou leuk vindt om die cocktailsaus een keer zelf te maken. Je kunt het recept terugvinden op jumbo.com. Ik heb hem namelijk een keer gemaakt bij de Hollandse garnalencocktail in avocado. Was een gerechtje met kerst. Heel leuk. Maar daar kan je alle ingrediënten ook terugvinden. Goed, vuur uit. Tostada's uit de oven. Oeh. Kijk, dit is wat ik bedoel. Ze zijn dus mooi knapperig gebakken. Als je het hoort. Als een soort toastje. Die kan je dan zo krak, lekker eten. Heerlijk. Terwijl alles hier even staat af te koelen, wil ik je vast vertellen wat ik morgen ga maken. Sticky speklappen met paprika. Ik ga die speklappen karamelliseren in oestersaus. Wordt een beetje zoet, wordt een beetje knapperig, klein beetje een umami smaak. Met veel groenten bij, de paprika natuurlijk en Chinese wokgroenten. En ik heb ook nog tijd om kimchi te maken. Dat is zo'n groente bijgerecht uit de Koreaanse keuken. Heel leuk om een keer te zien. Dat dus morgen. Nu het opmaken van dit kleurrijke gerechtje. Hoe, er glijdt er zo vanaf. Kijk. Knapperige tortilla, oftewel een tostada. En dan moet je even goed gaan nadenken qua kleuren. Kijk, onderop ga ik dus de rode kool doen. Die heeft gewoon de donkerste kleur. Wel een hele mooie, vind ik zelf. Beetje courgette spaghetti. Wat gegrilde vega stukjes. Een beetje van de mais. Geeft ook meteen weer een heel cool kleureffect. Kijk maar. Ik heb hier wat rode peper. Die kun je natuurlijk weglaten als je dat te heftig vindt. Klein partje limoen. Ook altijd leuk voor de kleur. En om hem af te maken, het diepvrieszakje. Die maak ik dicht. Zorg even dat alle lucht eruit is. En dan heb je hier aan de onderkant natuurlijk altijd zo'n klein puntje. Die knip je gewoon met een schaar even los of open. En dan kun je dus hele leuke streepjes trekken op je gerechtje. En ik ben dol op koriander. Dat hoort voor mij wel echt bij Mexicaans eten. Dus dat geeft ook nog een beetje kleur. Nou, als dit geen plaatje is. Hoppatee. Ik ga er nog een maken. Lekker fris partje limoen er nog bij. Een beetje koriander. En als je nou slim bent, dan doe je de saus pas op het allerlaatst. Dan krijg je er niet zo'n rommel van, zoals bij mij. Maar het idee is natuurlijk hartstikke leuk. Heerlijke knapperige tortilla's, oftewel tostada's. Rode kool, mooi voor de kleur en voor die bite. Courgette spaghetti, gegrilde vega stukjes, knapperige mais, frisse limoen, rode peper en cocktailsaus. Gruwelijk lekker. Hapja.
Ik zou er een klein bordje bij houden. Maar moet je nou kijken. Dit is gewoon streetfood, maar dan gewoon uit je eigen keuken.